cool is dat, hè? Ja. Wow. Wat begon als een geintje werd vandaag opeens realiteit. In het centrum van Rome, Italië, namen de Nederlandse klompen en kaas het straatbeeld over. Handelaren en boerenkaasmakers uit Woerden, Bodegraven en Gouda brengen dit weekend een bezoek aan Rome. Vandaag zullen de Italianen zeg maar overladen worden met onze kazen. En dat is eigenlijk te danken aan een opmerking gericht aan oud-minister Gerda Verburg tijdens de Graskaasdag. Gerda heeft bij de Graskaasdag de opening verricht. En toen hoorden wij dat ze een functie zou krijgen bij de FAO. En toen hebben wij spontaan aangeboden van Gerda, als jij in Rome werkt, komen wij een Woerdense kaas aanbieden. We verstieren het toerisme voor Rome wel een beetje, want je ziet het Colosseum achter ons. Maar de mensen hebben soms meer aandacht, met name Japanners en Chinezen, voor de Nederlandse kaas. Maar het voelt geweldig aan, de manier waarop dit opgepakt is door de kaashandel, om Gerda Verburg te bezoeken en haar een groot kaasplateau te gaan aanbieden. Dutch cheese. Yes. This is the cheese. It's a kind of a performance. That is a typical cheese from Holland, from the month of September. Een unieke gelegenheid om Woerden en kaas te profileren. Omdat een keurmerk voor kaas, de BGA, eindelijk meer bekendheid krijgt. Nou, het is heel belangrijk dat je weet als je Gouda Holland kaas koopt met dat logo BGA. Dat je weet dat je kwaliteitskaas hebt die in Nederland gemaakt is. Die gemaakt is van melk van Nederlandse koeien. Volgens traditioneel recept, ja, in Holland dus. En dat is echt dat is gewoon heel belangrijk dat je weet dat je die kwaliteit koopt. En die kwaliteit die werd ook vertoond in Italië. Op een heuse kaasproeverij. Ja, dat is een geweldig feest. Daar hebben we een hele tijd naartoe geleefd. En het is geweldig iets om hier die prachtige kaas uit het Groene Hart te hebben. De Gouda cheese, maar nog heel veel andere varianten. En met het mooie verhaal dat Gouda cheese, Gouda kaas, een beschermde naam is geworden. Zodat het niet meer over de hele wereld kan worden nagemaakt. Dat is echt een feestje, want als je dan nu wereldwijd Gouda kaas eet of Edammer, dat is de andere beschermde naam, dan weet je tenminste zeker dat het de Nederlandse kwaliteit heeft.